Ik ben Aad Meiburg. Ik ben de voorzitter van de watersportvereniging IJsselmonde. En wij varen op het ogenblik op de Nieuwe Maas met mijn schip Jupiter. Nou, wat leuk is aan het varen, je moet erin opgegroeid zijn. Het water trekt altijd en dat merk je overal. Het is het onbekende vaak. De verrassingen waar je voor komt te staan. Een beetje pionieren. Je bent eigenlijk ook een klein beetje zwerver. En dat is juist zo bijzonder leuk. Ja, het varen dat heeft zoveel aspecten naast het varen op zich. De techniek en al die dingen die erbij komen kijken. De voorbereiding, dat maakt het eigenlijk het varen zo leuk. De combinatie van al die dingen. Het havenbedrijf maakte deze week bekend niet langer te waarschuwen, maar boetes te gaan uitdelen aan pleziervaarders die op onze rivier voor gevaarlijke situaties zorgen. Het blijkt namelijk dat de mensen die alleen zomers een stukje gaan varen, de verkeersregels op het water niet altijd even goed kennen. En zeker als je op dit soort rivieren vaart, de drukste van Europa, met ontzettend veel vrachtvaart, snelle boten, dan moet je toch ook wat van de regels weten. Dat moet je op de weg ook, al heb je maar een brommer. Je moet weten wat de spelregels zijn. De regels op het water zijn, om het even beknopt te zeggen, rechts houden, dat is heel belangrijk. En zorgen dat je volledig om je heen kan kijken en niet voor verrassingen gaat zorgen voor je medewatergebruikers. Verder is het natuurlijk handig als je van tevoren de route die je van plan bent te gaan varen door te nemen en je moet je marifoon gebruiken. En die marifoon, dat is een kruising tussen een walkie-talkie en een radio waarmee boten onderling met elkaar en met het havenbedrijf kunnen communiceren. Sector Maasbrugge, motorjacht Jupiter. Jupiter, sector Maasbrugge. Ja, goeiedag. Wij komen uit de jachthaven van IJsselmonde en wij gaan lager uit naar de stad. De regels op zich op het water zijn heel duidelijk. Alleen, ja, het is een combinatie van. Het havenbedrijf heeft een mooi voorbeeld van prachtige folders gemaakt. Alleen, ja, de verspreiding van de folders laat naar mijn indruk een beetje te wensen over. Wij zouden er graag ook zelf aandacht aan besteden aan onze passanten. Om meer kennis van het varen in de haven bij te brengen. Maar ja, hoe moeten we dat doen als de spullen ergens in Rotterdam liggen en niet bij de jachthaven zelf beschikbaar zijn? En op internet is ook geen optie? Ja, op internet is zoveel informatie te halen. Zeker voor passanten die van buiten het Rotterdamse gebied komen. Dus als je het echt voor de dag erop gaat opzoeken, ja, dan moet je een goede internetverbinding hebben. En die is niet overal altijd beschikbaar.